In deze video ga ik je tips geven over hoe je aquarel gebruikt. Deze video is bedoeld voor de absolute beginners. Dus heb je nog nooit aquarel gebruikt of begin je net en loop je tegen van alles aan, dan is deze video voor jou. Waterverf of aquarel? Is er een verschil? Nee, het is allebei hetzelfde. Alleen vaak wordt lage kwaliteit waterverf genoemd en de betere kwaliteit verf wordt aquarel genoemd. Maar je kunt het ook allebei aquarel noemen of allebei waterverf. Maar hiermee kom ik wel meteen bij mijn volgende tip. Kies voor kwaliteit. Ik heb hier de waterverf van mijn zoontje gekocht bij een speelgoedwinkel. En hier mijn eigen aquarel van het merk Van Gogh. Deze was 2 euro en deze was 15 euro. Ik ga jullie het verschil laten zien. Het is nog niet helemaal droog, maar je kunt het verschil wel al duidelijk zien. Deze kleuren zijn een stuk gedempter, een stuk modderiger. Terwijl deze kleuren zijn feller, helderder, sprekender. Deze kleuren zijn ook wel mooi, maar met deze kleuren kan je geen felle kleuren maken, die je hier wel hebt. Terwijl je met deze kleuren, door ze wat te mengen, alsnog wat gedempter of modderiger krijgt. Terwijl hiermee heb je veel meer mogelijkheden. En als je de goedkope waterverf gebruikt, dat ja, leidt nogal tot frustratie. Ja, en ik betaal dan 1 keer 15 euro mee voor. Maar ik doe hier toch echt wel ruim 5 jaar mee. Recent heb ik voor het eerst een kleur vervangen. Dat is de groen die hier moet. Helaas zit het wel een beetje vastgeplakt, dus ik krijg hem niet meer erin. Maar mijn punt is, je kunt heel lang doen met een setje goede kwaliteit waterverf voor 15 euro. Napjes, tubes of vloeibaar. Ik gebruik dus voornamelijk de napjes aquarel. Je hebt ook tubes aquarel. Ze zijn allebei goed. En daarnaast heb je ook nog ecoline, oftewel vloeibare aquarel. Ecoline wordt ook wel als inkt genoemd, maar het is eigenlijk aquarel. Ecoline is heel fel van kleur, maar verliest wat sneller zijn kleur in zonlicht. Maar eigenlijk geldt dat voor al je aquarel kunstwerken. Ze verbleken door de zon. Ecoline komt ook in de vorm van brushpennen, oftewel stiften. En daar kan je leuke dingen mee doen. Je kunt er gewoon met een nat kwastje overheen gaan, waardoor je alsnog het waterverfeffect krijgt. Dus stel, sommige delen van je tekening kleur je in met deze marker. En je gaat er met een nat kwastje overheen en het ziet er gewoon uit als de rest van je aquarel. Je kunt ook een mooi verloop creëren tussen twee kleuren. Kan vast nog beter, maar je snapt het idee. Je kunt zelfs direct met kwast op de punt van de stift en op die manier verven. Dit moet je vooral niet doen bij andere stiften. Maar dit kan je wel doen bij de Ecoline brushpennen. Zo kan je het heel goed combineren met de rest van je aquarelwerk. De penseel. Ik heb hier een penseel nummer 6 en nummer 4 als het goed is. Het is afgesleten. Dat geeft de groottes of de diktes aan. Ze zijn allebei heel puntig. Wat ideaal is. Als ik zacht duw, krijg ik daarmee een dunne lijn. Als ik harder duw, een dikke lijn. Zo kan ik met één penseel op verschillende diktes werken.
Gebruik goede kwaliteit papier. Ik heb hier hetzelfde gedaan op gewoon printpapier, op wat dikker papier en op echt aquarelpapier. En misschien zie je het verschil al. Op het printpapier gaat het echt het meest wobbelen. Hoe meer water ik gebruik, hoe meer het gaat wobbelen. Ik heb hier wat minder water geprobeerd te gebruiken en hier meer. Je ziet dat het nog meer krom trekt. Dit is het dikkere papier. Eigenlijk heb ik bij deze al veel water gebruikt. En bij deze dan het minst. En je ziet al dat door het water, door de hoeveelheid water, dat de kleur heel erg naar de zijkant trekt. Want het bobbelt een beetje op. Op die manier wordt je tekening wel ongelijkmatiger. Terwijl bij het aquarelpapier het effect er niet is. Deze is nu bijna opgedroogd. En je ziet dat hier buiten het vakje dat gekleurd heb ook allemaal kleur is gekomen. Dus ja, op printpapier heb je gewoon heel weinig controle over wat je aan het doen bent. Tenzij je bijna geen water gebruikt, dan gaat het nog net. Maar ik zou het niet doen. Het aquarelpapier is het beste, maar ook het duurste. Je kunt je daardoor wel een beetje geremd voelen, want straks verspil je papier. Kies daarom voor een balans tussen kwaliteit en prijs waar jij het comfortabelst bij voelt. In ieder geval beter dan printpapier. Voor mij is zo'n balans vaak dit papier. Als ik gewoon wil tekenen zonder dat ik me geremd moet voelen doordat ik papier verspil, teken ik gewoon in dit boek. Dit is 100 gram papier. En in het boek zitten 100 vellen. En ik betaalde hier 5,95 voor. Dus alle ruimte om los te gaan. Maar dan moet ik wel echt opletten dat ik niet te veel water gebruik. En ja, ook niet te veel aquarel. En als ik voor klanten werk, dan werk ik wel altijd op echt aquarelpapier. Zodat ik goede kwaliteit kan leveren. En soms vind ik nog papier wat er een beetje tussenin zit qua kwaliteit. Dat net wat dunner papier is dan dit. En dikker dan dat. En daardoor nog een betere balans heeft tussen prijs en kwaliteit. Dat je iets geleerd hebt in deze video. Zoals je in de titel ziet is dit deel 1. Volgende week ga ik in deel 2 nog wat dieper in op echt het gebruiken van aquarel. Wil je die niet missen? Abonneer dan even op dit kanaal. Tot volgende week!